Vandaag hebben we een nieuwe C-klasse meegenomen. Dan zult u misschien denken, dat model ken ik al. Dat klopt. Dit is namelijk een facelift. Een facelift is subtiel. Hij heeft nieuwe koplampen, nieuwe bumpers. En zo zijn er nog een paar dingen die we u tijdens dit filmpje gaan laten zien die nieuw zijn. Maar waarom is het nou zo'n subtiele facelift? Dat komt omdat Mercedes-Benz zegt, dit is de best verkochte Mercedes-Benz C-klasse die we ooit hebben gemaakt. Dus waarom zouden we hem zoveel veranderen als het al de beste is? Een klein weetje aan de nieuwe C-klasse, misschien heeft u er al wel wat van meegekregen. De WLTP-meetmethode van de CO2-uitstoot. In de regel komt erop neer, de auto's die worden wat duurder doordat de BPM hoger wordt. Doordat de CO2-uitstoot hoger is van de auto's dan eerder gemeten. Mercedes-Benz heeft daar een paar handige dingetjes op verzonnen. Zoals deze sleuvende bumper. Die zorgt ervoor dat de rijwind van voren om de wielen heen gaat, waardoor de auto weer zuiniger is. Deze randen in de velgen, die er doorzit in de hele velg, die zorgen ervoor dat er minder windwerveling is in de wielkast. Ja, dan is de auto weer zuiniger. En net als aan de voorkant en de zijkant, is ook de achterkant subtiel gewijzigd. De achterlichtunits zijn veranderd, maar daarbij is het ook wel gebleven. Wat goed is, moet je goed houden. De laadruimte is ruim zat voor eigenlijk alles wat u mee wilt nemen. Dus daarvoor is een station ook mogelijk, maar misschien niet eens nodig. Wat opvalt aan deze auto is de AMG-stijling. De 18-inch lichtmetalen velgen, dorpelverbreders. Uitlaten, net even wat sportiever allemaal. De dikkere achterbumpers ook, maar die lucht uitlaten aan de zijkant. Kortom, gewoon een hele sportieve koets. Van het mooie exterieur gaan we nu door naar het interieur. We hebben even een afdakje opgezocht vanwege de regen. Laten we eens gaan kijken. Daar zitten we dan in die mooie nieuwe C-klasse. Wat gelijk opvalt zijn die twee grote schermen. Het digitale instrumentarium. Dus die, ja, je zou bijna wel kunnen zeggen ouderwetse analoge klokken, die zijn verdwenen. We hebben nu digitale klokken. In die digitale klokken kunt u precies laten zien wat u wilt. Dus wilt u navigatie zien in plaats van een toerenteller? Klik het aan en het staat er. Wilt u uw contactenlijst zien, uw radio, noem het maar wat u wilt. Kunt u eigenlijk wel laten zien. Het grote navigatiescherm biedt als grote voordeel. Het is een heel stuk overzichtelijker. En door de samenwerking van Mercedes-Benz met Garmin of Becker of welke externe partij dan ook die we in het verleden hadden. Hadden we soms een kaarten die wat achterliepen. Dat is nu niet meer het geval. We hebben onze eigen kaartfabrikant vanuit Mercedes-Benz zelf. Dus we hebben altijd up-to-date kaarten met die 4G-module. Kunnen we ze gewoon uploaden terwijl u rijdt. Dus u heeft altijd de correcte informatie. Kortom, die facelift van die nieuwe C-klasse is erg geslaagd. Zowel het exterieur als het interieur heeft ze upgrade weer gehad. We zien subtiele wijzigingen. Maar ja, dat zeiden we al eerder, wat goed is, moet goed blijven. Ook van deze nieuwe C-klasse hebben we voldoende voorraad bij Gomers. Zowel de C180 of andere motoriseringen, de AMG-uitvoering of de Avantgarde-uitvoering. We hebben ze staan, dus kom ze bekijken.